Welkom bij Highlight. Wij zijn een groothandel in show-elektronica en verkopen over heel de wereld. We hebben gekozen voor automatisering in het algemeen om pieken en dalen in onze vraag op te vangen. En om eigenlijk met een kleine groep mensen, zoals we die nu hebben, 20 man in het magazijn, alle vragen en verwachte groei aan te kunnen. Momenteel rijden er 3 AGV's en die hebben eigenlijk 8 haltes, 8 stoppunten waar ze ofwel kunnen oppikken ofwel kunnen neerzetten. Het mooie van deze oplossing is dat die aangesloten is op onze bestaande processen, dus op onze bestaande automatisering. Als je kijkt naar het totaalproces, dan pakt een AGV een pallet van onze conveyor af, zet hem op een van de rugzakken en dan komt de smalle gangentruck die pallet weer halen. Die smalle gangentruck krijgt uit ons systeem een opdracht en rijdt gebaseerd op de autopilot naar de goede locatie. En zo hebben we eigenlijk 2 Toyota producten aan elkaar kunnen knopen in onze automatisering. Voordat we gingen automatiseren was de ruimte voor een smalle magazijn een ontzettend drukke ruimte met heel veel manueel verkeer. En door te automatiseren hebben we die stroom echt heel erg beperkt en is het veel rustiger geworden, veel overzichtelijker geworden en daarmee ook veel veiliger geworden op die locatie. De koppeling tussen de smalle gangentruck met het WMS-systeem van de klant heeft eigenlijk 2 hele grote voordelen. De smalle gangentruck zal de meest efficiënte manier gaan vinden om van de piklocatie naar een drop-off locatie te gaan. Of van de ene piklocatie naar een andere piklocatie, waardoor je veel efficiënter werkt dan wanneer je alles manueel moet doen. Het tweede grote voordeel is dat wanneer een nieuw personeel komt en die moet ingeleerd worden, dan is dat een kwestie van een uitleg van een half uur, snappen hoe het systeem werkt en dan kan een nieuw personeelslid aan de gang. In onze zoektocht naar een partner voor AGV's was Toyota toch een partij die het meeste meedacht in oplossingen. Waar we het meeste vertrouwen in hadden en die ook staat voor het continu in kleine stapjes verbeteren van het proces. We hebben in grove lijnen het proces geschetst, maar er was ook ruimte om tijdens de implementatie voortschrijdend inzicht nog te kunnen realiseren. Heel trots op het proces. Als ik kijk naar 5 jaar geleden, wist ik dat dit zoiets bestond. Had ik nooit gedacht dat wij dit nu al zouden hebben rijden.